Dames en heren, hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Graag wil ik u de namen noemen die voor ons verder leven hun leven hebben gelaten. En zal na het noemen van de namen als eerbetoon present worden geantwoord. Zij die niet terugkwamen van 1945-1962. De militairen komen aangemarcheerd. Zij die niet terugkwamen. A.J. Beverdam. Present. J. Bussink. Present. A. Van Dijk. Present. J. Van Voeken. Present. H. Heida. Present. A.F. Hilgerink. Present. A.F. Van der Horst. Present. A. Ten Hove. Present. A.P.A.J. Kampinga. Present. J.T.H. Keizer. Present. G. Ottens. Graag geef ik het woord nu aan onze voorzitter, Theo Mekel. Welkom, dames en heren, bij deze herinnering. Waarbij wij de Almeloze militairen die gesneuveld zijn in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, die vermeld staan op het monument die achter mij, willen wij graag herdenken. Graag wil ik de volgende personen welkom heten bij deze herdenking. De lokale burgemeester Cornelissen van de gemeente Almelo. Paul Gering, zoon van Indi-veteraan, die zal vertellen over zijn vader. En een speciaal welkom voor de heer Swartse, die hier aanwezig is. De heer Swartse heeft gevochten bij de KNIL en is krijgsgevangen gemaakt door de Japan. Ook heeft